Landgoed Bergzicht de Raaf. We zijn op landgoed Bergzicht de Raaf. De geschiedenis van het landgoed start in 1814 als de Udense brouwerszoon Johannes van den Broek de brouwerij Bergzicht begint. In deze brouwerij werd de in Nijmegen en wijde omgeving vermaarde biersoort Nieuwlicht gefabriceerd. Het bier valt goed in de smaak. De brouwerij loopt als een trein. 25 jaar later, in 1841, neemt zijn zoon Frans de brouwerij over. En ook onder Frans stroomt het goudgele sap alle richtingen op. In 1850 is het de grootste brouwerij van Gelderland en een van de grootste van Nederland. Het bier gaat zelfs de grens over. Onder andere naar Hongkong en Java. In 1860 verkreeg het Heumens bier van brouwerij Bergzicht het predicaat hofleverancier van Z.M. den Koning. Na het overlijden van zijn vader Frans van den Broek in 1879 werd Albert eigenaar van Bergzicht. Net als zijn vader werd hij burgemeester van Heumen, maar hij had minder interesse in het brouwersvak. De brouwerij kwam in verval. Kort voor het overlijden van Albert van den Broek in 1910 kwam de brouwerij helemaal stil te liggen. Daarna probeerden zijn weduwe Maria Hafmans en zoon Charles Leon van den Broek de brouwerij weer nieuw leven in te blazen. De tekorten die ontstonden als gevolg van de Eerste Wereldoorlog bleven onoverkomelijk. Bergzicht sloot na ruim een eeuw in 1920 haar deuren. Rond 1835 wordt Villa Bergzicht op het landgoed gebouwd. Het is een statige, blokvormige in baksteen opgetrokken villa. De bierbrouwer en burgemeester van de gemeente Heumen, Frans van den Broek, neemt er zijn intrek. Hij was 24 jaar burgvader, van 1855 tot 1879. Zijn zoon Albert is daarna burgemeester, van 1879 tot 1910. In de villa is de burgemeesterskamer nog immer intact. Op het landgoed staan naast de voormalig ambtswoning meer monumentale panden, zoals de orangerie en het koetshuis. In 1983 opende Herm Hegger op deze locatie weer een brouwerij, de Raaf genoemd. Het bekendste bier dat hij brouwde was het befaamde Witte Raafbier. Het witbier kwam in 1987 op de markt en was het eerste Nederlandse witbier. De vraag werd zo groot dat men de productie van het Witte Raafbier niet meer alleen aankon. In 1994 wordt het receptuur van het Witte Raafbier verkocht aan Oranjeboom. Daarna was brouwerij Raaf verleden tijd. In 2007 was het weer zover. Opnieuw opende er een brouwerij haar deuren op dit landgoed. Het heette nu de Graaf van Heumen en vestigde zich in de oude kuiperij. Het was vooral speciaal bier wat uit de unieke ketels van roodkoper en glas stroomde. In oktober 2017 sloot de brouwerij haar deuren. De unieke brouwinstallatie werd verkocht. Het huidige landgoed Bergzicht is 9 hectare groot. Naast de monumentale panden herbergt het landgoed een park, kruidentuin en siertuinen. Er is een oase van rust op het uitgebreide landgoed. In de tuin staat een monumentale boom van honderden jaren oud. Helaas staat tegenwoordig de horeca onder grote druk met die coronacrisis. 1,5 meter afstand houden is ook hier de norm. Maar is dit niet een beetje overdreven?